Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Now. Liam is al wakker, Sam en Jordi slapen nog. Die zijn vannacht ook aan het rondspoken geweest. Oh, boom, bam. We hebben vandaag pyjama dag. Nee, hoeven we ergens heen. 2 dagen even rustig aan en dan komen jullie aan de noot. Dus gewoon normaal. Het is nu 9:15. Op het moment dat ik 9 uur rust krijg, kreeg ik 2 uit het bed rommelen. Hou je op. Hou eens op. In ieder geval dat. Ik ga nog even verder knuffelen met Liam. En dan, ja, dat. Ben je wakker? Hey, hallo. Dag knappert. Hey. Wat is het? Wat is het? Hey. Dag schietje. Kom je omhoog? Oké. Had je lekker geslapen, moppie? Ja, je was vannacht nog wakker geweest. Oh, doe je weer verstoppen? Oké, mama goed vasthouden. Dan gaan we naar beneden. Mama heeft jouw flesje al klaar. Die slaapt nog. Maar die gaan we wel wakker maken. Hi. Dag Geetje. Hi Geetje. Goedemorgen. Hij is al te schattig als hij net wakker wordt. Oh. De sirene op mijn dak gaat. Hallo. Hey, doe je oogjes ook open? Doe je oogjes ook open? Wacht. Zo wordt hij blij wakker van. Maar ik kan er niet zo goed filmen. Nou, dus dat. Die ga ik ook even verschonen en mee naar beneden nemen en een flesje doen. Jordi heeft dit de buikpijn, dus ik ben hem dit aan het helpen en ik heb me eigenlijk om moeten kleden, want ik zat onder scheid. Yay! Ben weer ondergescheten. Hippie-yay. Fruit hebben ze gehad. Drinken. Het is inmiddels 11:45, dus ik heb al een hele ochtend op zitten. Ik heb alweer was opgehangen, ik heb was aangezet.
Ik heb de keuken weer opgeruimd. Ik heb wat vaatwasser aangezet. Ik heb echt van alles staan te doen. Dus ja, dat. Ik heb echt van alles staan te doen. Maar goed. Ja. Het is eigenlijk weer gewoon zo'n dag. Meer kan ik er niet van maken. Ik ga dadelijk een keer eventjes het eten van de kindje maken. Maar ik ga eerst even 5 minuten zitten. Maar 10 minuten zitten mag ook. En eventjes niks doen. Want ik ben alleen maar aan het vliegen geweest vandaag. Kindje hebben allemaal gegeten. Ik ben proberen Liam boven aan het laten spelen. Ik wil hem proberen te leren namelijk dat hij gewoon boven mag spelen. Want ja, hij is gewoon heel vaak heel druk. En ik wil eigenlijk proberen te leren aan hem dat hij boven gewoon mag spelen. Dat. Doe maar boven spelen. Doe maar spelen. Deurtje blijft open. Oh, je ging Boomba pakken. Oké. Okay. Hij straks al bijna van woede van de trap bijna afgedonderd. Omdat hij dacht dat hij boven moest blijven. Ik schrok, maar hij schrok ook. Maar goed, ik heb heel eventjes een broodje in de oven zitten. Dat ik even lekker kan gaan eten dadelijk. En we zullen het zien. Ik wil het hem in ieder geval proberen te leren. Dat hij boven mag gaan spelen. Dat geeft hem iets meer vrijheid, geeft mij iets meer vrijheid. En dadelijk in de winter geeft dat hem ook meer vrijheid om gewoon lekker zijn ding te doen. En dat hij niet de hele tijd beneden hoeft te zitten voor mij. En nu ligt Sam op bed. Of ja, hij is aan het spelen op zijn kamer, maar hij gaat dadelijk slapen, denk ik. Want hij was heel moe. Dus dan, ja, dan heeft hij in ieder geval iets. Maar hij is nou dus steeds van boven naar beneden aan het rennen. Ga je weer naar boven? Ja? Oké, okay, doei. Hij is gewoon aan het uittesten. Van wat kan ik? Moet hij lekker doen. Liam slaapt. Sam slaapt. En Jordi is nog wakker. Maar Sam slaapt al even. Poeh, Sam heeft gepoept. Hé, hey, knap een duivel. Ben jij wakker? Ik heb gewoon de camera in je snottert. Hi. Goedemiddag. Ja. Moet je lekker slapen? Ben je nog zo lekker te slapen? Ja, wil je even wakker worden? Hi. Hi, lekker ding. Dat is lekker stinkie van me. Oeh, lekker stinkie. Inmiddels is iedereen wakker. Liam is ook wakker. Die is echt net wakker. Die heb ik de koekjes gegeven, want daar kun je hem wakker voor maken. En Jordi die heeft net gedronken. En die had ik chips voor zijn neus gezet. Kom eens hier jij. Vuile etter. Hier. Nee, je moet luisteren. Kijk hier. Van mijn chippies. Het is natuurlijk ook warm. En meestal geef ze me altijd iets extra's wat zout betreft. Want ja, hè. Ze hebben vanmiddag wel heel goed gegeten. Maar ja, ze mogen ook natuurlijk altijd een chippie hebben. En natuurlijk, vanavond eten we frietjes. Ik doe ook nooit zout op mijn frietjes. Jullie dat wel? Ik niet. Maar goed, dat. Ik heb geüpload. Ik heb mijn hele gezicht even gedaan. Even nagekeken. Want ja, mijn wenkbrauw moest gedaan worden, et cetera. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben weer verlicht van meeeters. Dus daar ga ik eventjes de vaatwasser doen. En dan is het alweer bijna tijd dat Niels thuis komt. Dus mijn frietjes aan het maken.
En ondertussen heb ik een hangjeugd bij me hangen. Hi. Ik kom er niet vanaf. Ik heb je al 2 keer teruggezet, kom je weer terug. Hij wil gewoon knuffelen en aapjes spelen. Aapjes spelen bij mama. Ik ben vandaag wel heel veel met mama aan knuffelen ook, hè? Ja, lekker knuffelen. Ja, ik weet dat je op links wil hangen, maar... Mama kan even niet met jou hangen. Mama heeft last van de arm. Nee, ik ga niet op mama hangen. Je kan aan de rechterkant hangen. Jordi die wil al vanaf zijn geboorte aan de linkerkant. Nooit aan de rechterkant, altijd aan de linkerkant. Als ik hem zo probeer te doen... Ja, dat klopt niet. Hij moet altijd links. Mijn links dan, zijn rechts. Oeh, dan moet ik de kip naar de struik halen en nog frikandelletjes erin doen. Toet, toet. Een hele goede morgen. We zijn al even wakker. Ik ga zo'n fruit maken. Liam is de boel aan het verbouwen hier. Sam die is bij Jordi. En Jordi zit lekker daar. We hebben vandaag weer een dag dat we eigenlijk niks hoeven. Ja, vanavond komt de vriend van Niels eventjes de wasmachine de droger naar zolder zetten. Want daar moet nog iets voor gebouwd worden en dat gebeurt zaterdag. En ja, verder gebeurt er vandaag niet zo heel veel. Morgen krijgen we weer bezoek. Dan komen Julan en Nout tot zondag slapen. En dan gaan we wel weer zien hoe het loopt. Ik weet dat ze zondag gaan zwemmen met Niels en Emiel. Die dag gaan we wel kijken hoe het loopt. Maar in ieder geval woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag blijven ze in slaap. Zo, ik heb weer 2 kinderen wakker. Liam en Sam zijn in slaap gevallen. Op het moment dat die 2 sliepen, ben ik al mijn ramen hier beneden aan het wassen. Van binnen en de buitenkant. Dat heb ik allemaal gedaan al. Het is hier nog 1 grote puinbende. Maar ik dacht, de zon schijnt nou nog niet achter. De zon schijnt nog niet achter. De zon is weg achter. In de zin van, het staat niet op mijn ramen. En de zon stond op dat moment ook nog niet op mijn voorraam. Dus ik dacht, gauw even doen. Dus die heb ik gedaan. Daar ben ik eigenlijk net 10 minuten geleden mee klaar of zo. En heb ik nog van alles gedaan. Dus dingen opgeruimd en et cetera. Dus dat. Het is inmiddels 4:30. Ik heb Sam net uit zijn bed gehaald, want die sliep dus nog. En verder ben ik een podcastje aan het luisteren en van alles aan het doen. Een hele goede morgen. Ik ben al even wakker met de kinderen. Niels is heel vroeg weggegaan. Ik heb gisteren hier de hele boel gepoetst. Niels was gisteravond weg. Die moest een vriend helpen. En was laat thuis. En vanochtend om 5:45 of zo is hij vertrokken. Jordi is ondertussen, die heeft heel veel buikpijn. Die is ondertussen zijn buik iedere keer aan het masseren aan de bank. Sam die is aan het spelen. En Liam die is bank aan het hangen. We hebben visite. Hoi. Hi. Julan en Nout blijven tot zondag slapen. Ja. Er zijn 2 etters, 2 ratten. En Jinte gaat straks weer met Inge naar huis. Inge die is heel eventjes naar de stad toe, want die moest even iets halen. En straks blijven ze hier ook nog eten. En dan tegen die tijd gaan ze weer een keer naar huis. Een hele goede morgen. Julan heeft zijn broer vanochtend al wakker gemaakt. Dat gaan jullie nu even zien. Wakker.
wakker? Opstaan, het is 10 uur, jongen. Ja, opstaan. En nu? Nee, Niels is er niet. Niels is weggekeerd. Hij is in ieder geval wakker. Daar komt hij aan. Daar is hij. Jordi zit tablet te kijken. Sam en Liam zitten tablet te kijken. Ik ga daar even fruit maken. En ja, dat. Zo. Ik heb gebeld met verschillende mensen. Ik was één tegen één grote telefooncentrale. Nou ga ik tosti's maken voor iedereen. Ik heb 8 tosti's die ik moet maken, waarvan 4 met ham. En ja, dat is wat ik ga doen. Ik heb het al zover klaarstaan, dus let's go. Niels is thuis, we hebben gegeten. Jordi ligt op bed, want die was moe. Liam, die heeft op het einde van de middag nog geslapen. Sam gewoon normaal zoals hij normaal doet. Maar ze zijn nog vol energie, dus wat gaat Niels doen? Even naar de speeltuin. Ja, met de tweeling en ja. Met Liam en Sam. En dan Jordi ligt op bed. Ik blijf thuis. Kijk even Ben een beetje opruimen. Want hè. Met 2 extra kids erbij heb je ook Ben. Alles is weer netjes en opgeruimd. Alles ligt in bed. Jordi, Liam, Sam. En de tweeling. En wij gaan nu eventjes bankzaken doen. En daarbij ook. Deze vlog afsluiten, maar jullie gaan eerst nog even kijken hoe het in de speeltuin was met de kinderen. Papa, duwen? Ja. Wauw. Doe maar een beetje. Liam, waar ben jij? Rust glijden. Kom dan. Liam. Doe je glijden? Kom maar naar beneden. Liam. Kom je glijden. Wil je glijden, Sam? Ja, wat ben je aan het doen? Pa! Nee, terugleggen. Pa! Ze hebben het gezellig gehad, hè, Niels? En nou gaan we deze ups en dan afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.